We hebben de laatste jaren echt enorm veel aandacht voor diversiteit. Hè? Dus dat er voldoende vrouwen op bepaalde posities komen en mensen met een migratieachtergrond. En dat is echt heel goed. Maar we hebben echt een blinde vlek voor opleidingsniveau. Want het is nog meer dan geslacht en nog meer dan je migratieachtergrond. Is het je opleiding die bepaalt hoe succesvol je bent, waar je gaat wonen. Ook hoe succesvol uiteindelijk je kinderen zijn. Ja. En dat is echt nog een blinde vlek. En daarom vind ik het ook zo goed dat jullie het hier over hebben. En ik zie dat, het is wel grappig, alle interviews die ik inmiddels heb over mijn kandidaatstelling, dat gaat eigenlijk hierover. Dus ik vind dat echt heel mooi om te zien. En tegelijkertijd realiseren we ook denk ik wel telkens meer, hè, zeker met corona, dat heel veel cruciale beroepen, dat zijn ook vaak mbo'ers. En ook hele grote opgaves, zoals de energietransitie of de woningnood. Ja. Ja, om dat uit te voeren, dat is allemaal heel leuk bedacht in Den Haag. Maar we hebben nu al 50.000 tekort aan technisch geschoolde mbo'ers. Dus echt, de mbo'ers zijn de notabelen van de toekomst. Ja, we begonnen het programma ook met een introductiefilmpje, waarvan de cabaretier ook zei, ja, ik wacht op de verwarmingsmonteur. Ja, ja. En ik hoop dat die in 2022 er gaat zijn. Mark, u wilde graag wat aanvullen. Ik wil Dirk's aan ondersteunen. En met dat idee van die blinde vlekken. Hè? En ook wat Linde zei. Misschien een heel mooi voorbeeld is de opstand van de gele hesjes in Frankrijk. Het lont in het kruidvat was toen de regering Macron een belasting ging invoeren op diesel. Vanuit hele nobele milieuoverweging, omdat diesel heel erg vervuilend is. Toen zei nou, we gaan eerst die diesel gaan of niet belasten. Dat is beter voor het klimaat. Maar de regering Macron, die alleen bestaat, en Macron zelf is ook zo'n Olympiër, uit academische Parijse types, hadden zich geen moment gerealiseerd dat voor heel veel praktisch geschoolde mensen in de periferie van Frankrijk, hè, de loodgieters, de verwarmingsmonteurs, die rijden allemaal met dieselbusjes. Ja. En die verhoging van de belastingen had enorme consequenties voor hun werk. En ook voor het feit dat ze gewoon veel meer kosten hadden om naar hun werk te gaan. En was bij niemand in hun hoofd opgekomen, want niemand kende iemand met een dieselbusje. Want de mensen in Parijs die rijden, ja, die gaan met de metro. Of ze rijden in een hybride of in een Tesla. En dat was niet kwaad bedoeld, maar dat leidt tot die enorme opstand die we toen hebben gezien met die gele hesjes. Dat was precies dit punt. Die blinde vlekken die er zijn in de politiek.